This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes, 8 januari 2022. Dit is een bulletin van zondag. Ja, met deel 10 al, of is het deel 11? Nee, deel 11 al opgenomen en ook deels al gemonteerd. Maar het is niet gelukt om die gisteren te publiceren. Doe ik er maar eentje tussendoor. Mijn inspiratie is echt terug. Er komen een aantal echt goede plannen waar ik momenteel aan werk. En ik kan helaas, omdat ik deels ook beloofd heb daar niet over te spreken, maar ik kan helaas daar verder niks over vertellen. Maar er komen vermoedelijk een aantal dingen aan. En gaat dat niet door, dan ga ik een half uur zendtijd per maand, minstens misschien wel een uur of misschien vaker per maand huren op een van de korte golfzenders. Misschien in Europa, mogelijk in Amerika. In Amerika is dat wat goedkoper, omdat de stroom daar niet zo verschrikkelijk veel duurder geworden is. Dus je kunt daar makkelijker een zender van 50 kilowatt inhuren, zonder dat het een fortuin kost. Ik zou ook met de pet rond kunnen gaan, wat ik wel eens eerder gedaan heb. Maar ik weet niet of mijn bekendheid hiermee zo groot is, dat het echt substantiële zaken oplevert. Heel duur is het ook niet overigens. Zeker als je dat tot 10 kilowatt beperkt, waarbij je dan toch nog een Europees bereik hebt. Maar ik heb eerst een paar dingen die misschien zelfs interessanter zijn dan dat, die ik wil uitzoeken of die haalbaar zijn. Dus binnenkort daarover meer. Als ik enthousiast word zoals nu, dan komen de ideeën ook vanzelf. En dat is wel leuk, want het is toch een beetje een jaar geweest van weinig inspiratie. Ik denk dat ik er wat te hard aan getrokken heb in de afgelopen paar jaren. Wat ook wel inhakte, dat is het overlijden van Jurgen nog steeds. Dat is toch wel een grote klap geweest. Ook al omdat ik met Jurgen een tijd lang één keer in de zoveel weken slechts, van die leuke live uitzendingen gemaakt heb. En het was echt het idee om daarmee door te gaan. Doordat hij er niet meer is dat toch wel een flinke domper geweest. Dus ik mis hem nog steeds heel erg. We waren gewoon goed bevriend. Ik heb hem nooit in het echt gezien. Maar één keer via een Zoom-sessie zelfs. Maar toch was hij heel belangrijk. Ik heb hem een jaar of 7 gekend. En ja, dat. Ik denk dat daar wel een belangrijke reden in zit. Dat de inspiratie wat in elkaar zakte. In die tijd, 2 jaar geleden, is mijn moeder overleden op 91-jarige leeftijd. Vandaag is de verjaardag van mijn moeder, dus dat is ook nog wat extra beladen. Hoewel ik denk toch vooral aan de positieve dingen die. Ik belde elke dag met mijn moeder. En het was niet zo dat ik nou zo'n moederskindje was. Ik geloof dat mijn vader dat wel was. Bij zijn moeder. Maar dat is wel eens over hem gezegd. Mijn vader die bezocht zijn moeder heel vaak. Terwijl hij toch 150 kilometer verder woonde. Ik kwam niet zo heel vaak. Ik ben niet zo van op visite gaan. Dat vind ik altijd. Dat kost heel veel tijd. En je kunt aan de telefoon heel effectief communiceren. Ik kan dat. Andere mensen misschien niet. Maar ik kan dat wel. En ik belde elke dag heel lang met mijn moeder. Echt elke dag. Is bijna geen dag overgeslagen in de laatste 5, 6 jaar van haar leven. Ze viel een keer op haar heup, die brak ze, en toen ging ze het ziekenhuis in. En mijn moeder was tot het allerlaatste toe zeer goed gebekt. Ik bedoel, ik heb dat van geen vreemde. En ze had een heel goed geheugen. En ze was dus van de narcose. Ja, ik denk dat 8 jaar voor haar overlijden was. Ze was van haar narcose, was ze wat in de war. En de verpleegkundige die sprak haar aan met omaatje. Mijn moeder die voelde zich, ik heb zelf ook, ik heb het liefst met je aangesproken. Maar mijn moeder die had ook zoiets van, met omaatje, daar moet je bij mij niet meer aankomen. Maar na een dag toen kreeg ze haar composure, hoe zeg je dat? Toen kreeg ze haar, ze vond ze zichzelf terug en toen was ze ineens weer helder. En toen veegde ze dus de vloer aan met die verpleegkundige, als ze omaatje zeiden, want dat was absoluut, dat kon niet.
Ja, ik kon met mijn moeder overal over praten, dus dat was wel bijzonder. Maar ja, het jaar van mijn moeder was sowieso, en dat was dus het jaar dat corona opkwam, dat hakte er sowieso heel hard in bij mij. En mijn moeder die ging naar, ik weet niet of ik daar al eerder in een podcast over gesproken heb, maar mijn moeder, de dag dat mijn moeder naar het hospice ging, ja, er was al heel lang duidelijk dat ze naar een hospice zou gaan. En het ging steeds verder achteruit. En de dag dus dat zij naar het hospice ging, om 12 uur 's nachts overleed mijn kat van 1,5 jaar oud aan een hartstilstand. En dat kon ik er niet meer bij hebben. Dat heeft mij echt zo geraakt, beschadigd misschien wel, dat ik heel lang nodig heb gehad. Nou, het is niet de emotie, het is mijn stem die vandaag niet heel goed is. Maar ja, dat hakte er zo hard in dat ik toch al behoorlijk lang nodig heb gehad om weer er bovenop te komen. En ik wil niet zeggen dat ik gevlucht ben in mijn werk, maar ik heb de laatste 2 jaar wel erg hard gewerkt. En het afgelopen jaar is met grote afstand een van de beste jaren die ik gehad heb, uitgezonderd een tweetal jaren in de jaren 90, dat ik niet zo hard gewerkt heb, maar wel heel veel meer omzet gedraaid heb dan nu. Maar dat was omdat ik 20.000 gulden per maand kon verdienen met bepaald werk. Waar ik op een gegeven moment mee gestopt ben, omdat ik daar dan vaak 3, 4 etmalen aan een stuk door aan werkte. En ik denk van nou, op deze manier haal ik geen hoge leeftijd. Geld is interessant, maar niet zo interessant. Dus ja, ik heb veel tijd nodig gehad om mezelf te herpakken. En dat lijkt een beetje alsof dat nu gaat lukken. Ik wil niet hele hoge verwachtingen schetsen. Maar in ieder geval, ik denk dat ik wel weer heel regelmatig podcasts. Of wat minder regelmatig, want video is veel meer tijd. Maar dat ik wat met video ga doen of andere zaken. In elk geval ziet dat er hoopvol uit. Ik denk dat ik wel meer in het Engels ga doen, omdat ik toch een wat grotere doelgroep heb. Als ik nu kijk naar het aantal Engelstaligen, ik ben heel voorzichtig met statistieken, omdat ik de privacy nogal belangrijk vind. Dus ik wil niet al te veel uitzoeken. Maar wat ik kan zien is het aantal Engelstaligen momenteel toch een vrij klein percentage. Maar ik denk dat heel veel Nederlanders op zijn minst op een bazaal niveau dat Engels kunnen verstaan. Ik kan als het video is dat ook gewoon ondertitelen. Maar ik denk dat het potentie van iets wat ik doe veel groter is als ik dat in het Engels doe. En ik heb bovendien bij een aantal amateurs enige bekendheid door de itempjes die ik al een groot aantal jaren doe op allerlei zenders op de korte golf. Dat is een goede basis om daarmee te beginnen. We gaan kijken. Ik heb een paar concrete plannen en ik ben gewoon aan het uitkijken of ik die kan verwezenlijken, of dat haalbaar is, of het voor mij werkt. Zeker als je met mensen gaat samenwerken. Ik ben niet zo'n goede samenwerker, dus het moet er maar net klikken. Met Jurgen klikte dat echt onvoorstelbaar. Dat was gewoon, we hoefden niet van tevoren een planning te maken. We deden het gewoon en dan werkte het. Dus zoiets kom je zelden tegen. Maar er zullen meer mensen zijn met wie de samenwerking goed verloopt. Dus daar ben ik naar aan het kijken of dat iets is. Ik denk wel dat ik een groot deel in mijn eentje blijf doen. Maar er zijn wat projecten. Ik denk dat het op projectbasis is, die samenwerking. Maar het zou ook stelselmatig kunnen zijn dat ik bijvoorbeeld met een vlogger samenwerk. Er zijn wat gesprekken. Het is allemaal nog heel in het begin. Maar ik heb een aantal goede ideeën en een aantal ijzers in het vuur. Ik ben ook iemand van de plannen, zeg maar. Als ik geen plannen heb, word ik ongelukkig. En dat ontbrak er het laatste jaar wel een beetje aan. Ik had niet genoeg dingen dat ik dacht van nou, dit is leuk. Hier heb ik enige bevlogenheid over. Dat was er het afgelopen jaar niet. En ja, als ik plannen heb, voel ik me goed. Maar ook als ik plannen heb, dat is een teken dat het goed met me gaat. En ik heb ook altijd zoiets van, nou, ik wil minstens 10 plannen hebben. En als er daar 2 van uitkomen, ben ik tevreden. Er zijn gewoon, ik heb van dat soort fantastische ideeën, die zijn toch niet eenvoudig haalbaar. Of in ieder geval niet tegelijkertijd haalbaar. Maar als je maar 1 plan hebt en het gaat niet door, dan heb je niks. Dus, maar het is zo dat als ik plannen heb, is dat een teken dat het goed met me gaat. Maar het is tegelijkertijd ook zo, als ik plannen maak, dan gaat het beter met me. Dus ja, dat is een beetje een wisselwerking. Nou,
allemaal een beetje cryptisch. Ik kan helaas nog geen concrete dingen zeggen, maar we gaan zien of en wanneer er voor het eerst iets te melden is daarover. In de tussentijd ga ik nog een paar afleveringen door met Nederlandse beschrijvingen van onderwerpen. Die noem ik geen kerstvakantiespecial meer, maar gewoon special. En dat lijkt me toch wat beter. Zeker als je nog wilt dat ze later een keer buiten de kerstperiode bekeken worden. Misschien moet ik die titels ook wel aanpassen van de 10 die ik al gepubliceerd heb. Maar in ieder geval, want er is geen kerst in te vinden namelijk. Maar het is wel kerstvakantie. Maar in ieder geval, het zou kunnen dat ik daarna, als ik er een stuk of 15 of 20 heb, dat ik er dan nog meer in het Engels ga doen, omdat dat voor mij wel een goede oefening is. Misschien ook voor de vuistweg, misschien wat meer gescript. We gaan het zien. Ik heb 1 gescripte heb ik al geschreven, dus al weet ik zo snel het onderwerp niet meer. Nee, ik heb nog even gekeken naar de inventarisatie. De magnetische loop die is gemonteerd. Dan heb ik er eentje over pedestrian mobile en over QRO. En de grap is, ik blijk er 2... Waarschijnlijk heb ik er 2 over Echolink opgenomen, een week of 3 uit elkaar. Ik heb recent eentje over Echolink en Stix opgenomen. Dus ik moet kijken. Ik weet niet of ik dat al eerder verteld had, maar het is op zich wel komisch. Het zou kunnen dat het in die over MacLoops zit, dat ik het daar heb aangekaart. Maar ik heb er dus 2 over Echolink en aanverwante systemen gedaan. Het zou kunnen dat die over Echolink, dat die eerste alleen over Echolink gaat en niet over andere systemen. Die tweede over andere systemen. Maar ik moet ze, want ze zijn behoorlijk lang, ik moest even na elkaar beluisteren en wat aantekeningen maken om te kijken of ik ze tot 1 aflevering moet combineren of dat ik ze afzonderlijk kan publiceren. Misschien moet ik wat inkorten omdat er dublures in zitten, maar dat is op zich wel komisch. Ik heb na de MacLoop heb ik er dus 1 opgenomen. Dat was dus al ergens in december. Begin december. En op Oudjaarsdag heb ik er nog 1 over het onderwerp opgenomen. En ik heb ook even opgezocht die Engelstalige die ik al gemaakt heb om gescript te doen. Daar moet nog wel flink wat aan de tekst gesleuteld worden. Maar die gaat over een bepaald type antennes, namelijk over beverage antennes. En dat zijn de antennes die in de jaren 60 een grote verandering bij de contest bewerkstelligd hebben bij amateurs. Op het moment dat die werden gebruikt voor het eerst. We zijn vooral voor de lage amateurbanden. Dus 160, niet hoger dan 40 meter. Goed, nou, mijn stem is nog steeds niet opperbest. Ik weet niet hoe dat komt. Gisteren was die gewoon goed. Maar vandaag, ja, redelijk. Maar vandaag is het niet fantastisch. Ik denk dat het in de loop van de dag wel bijdraait. Maar ja, ik heb dit nu ingesproken. Het is 10:00 op zondagochtend, 8 januari. En ja, je kunt wel zeggen dat ik de plannen heb. Dat ik echt leef om vanwege mijn plannen, zeg maar. Een van mijn plannen dit jaar is om dit jaar interviews te gaan doen met meerdere zendamateurs die wat interessants te vertellen hebben. Wat interessants doen in het Nederlands vooralsnog. Misschien later ook een paar in het Engels of in het Duits, dat kan ook. Maar in ieder geval, in het Duits, die kan ik op YouTube zetten met ondertiteling. Ik weet dat Duits niet voor iedereen even makkelijk is. Engels ook niet overigens, maar Duits is dat aantal nog wat groter. Maar in ieder geval, ik ben op zoek naar mensen, naar ideeën om mensen te interviewen. Die iets interessants doen. Ik heb al een paar ideeën, maar dat wil ik nog met die mensen bespreken. Dus dat ga ik nu niet zeggen. Maar als je suggesties hebt van mensen die iets interessants te vertellen hebben, benader mij daar dan over op het korte mailadres xapenstaartje xdv.me, wat ik wel vaker noem. xapenstaartje xdv.me. Maar er is in elk geval een plan om zeer concreet een aantal interviews te gaan doen. De eerste zijn misschien wat hakkelig van mijn kant. Maar ik heb voor tijdschriften zeker 1800 interviews gedaan. Waarschijnlijk nog wel meer. Dus ervaringen mee heb ik zeker. Alleen moet ik wat typische tijdschriftdingen afleren. Ik heb wel eens in aanwezigheid van collega's op een beurs een aantal interviews gedaan. En die vertelde dan dat ik dat mijn hele, hoe noem je dat, mijn hele buitenkant verandert op het moment dat ik interviews doe. Ik kreeg echt zo'n soort van interviewhouding. En ik was me er absoluut niet van bewust. En ik zei ook van nou, het is gewoon niet waar. Maar ja, het waren er meerdere. We zaten samen in de trein, het waren er meerdere. En die zeiden allemaal van ja, nee, maar het is echt zo. En ik heb het daarna nog wel eens gehoord. Dus dat moet ik een beetje afleren. Want ik denk dat er me, als ik beeld erbij doe, potsierlijk uitzie. Maar dat je het ook hoort. Dat ik mensen probeer tot spreken te brengen, zeg maar. En ik probeer niet de dingen uit ze te trekken. Want ik heb daar doorgaans geen moeite mee. Mensen vertellen mij heel graag dingen. Maar ik probeer daar toch wel in te sturen. In die zin,
dat koetjes en kalfjes, die ik zelf zo graag erbij noem, niet genoemd worden en dat soort dingen. Als iemand heel veel over bijzaken gaat praten, dan probeer ik dat wel weer in het gareel te krijgen. Het moet over het onderwerp gaan, maar ik zal nooit iemand wat in de mond leggen. En ik wil ook bij die... Nee, maar wat ik wil zeggen, ik garandeer bij tijdschriftinterviews altijd dat mensen inzage krijgen in hun voor publicatie. En ik wil dat met deze interviews ook doen. Dat betekent dat ze dus een grotere doorlooptijd hebben, zoals dat heet. Dat het interview eerst gedaan wordt. Vervolgens moet ik ermee aan het werk om allerlei u's en a's en dingen eruit te halen. En ik zal echt alles ongewijzigd laten, zoals het gezegd is. Want dat vind ik authentiek. Maar er zijn gewoon dingen, storende pauzes en dat soort dingen. En bovendien, het moet ingekort worden. Je kunt niet oneindig doorgaan. En er zit een voorgesprek en een nagesprek aan, wat doorgaans ook niet in de uitzending komt. In het nagesprek worden vaak wel de interessantste dingen nog gezegd. En bij tijdschriften was het wel vaak zo dat de dingen die, bijvoorbeeld die ik bij het weggaan, meestal bij de deur zelfs, als je dan echt wegging, dan kwamen er nog een paar interessante kwesties boven. Dat was echt wel bij 1 op de 4 interviews was dat zo, of meer zelfs. En die dingen die gebruikte ik dan vaak aan het begin. Omdat dat gewoon belangrijke zaken waren voor het hele verhaal. Wat de geïnterviewde zelf ook wilde. Maar ik moet nog kijken of dat ook, die aanpak werkt voor interviews die op audiogebied plaatsvinden. Radio is het niet, een podcast. Maar... ja, dus ik moet ook daar mijn werkwijze nog vinden. Maar nogmaals, weet je mensen die interessante dingen doen? Het interview zal aan de telefoon gebeuren. Ik ga niet het land doorreizen. Dat deed ik voor de tijdschriften deels wel. Soms deed ik die interviews ook aan de telefoon. Wat vaker dan collega's dat deden. Maar ik kan dat wel heel goed aan de telefoon. Dus ja, in plaats van de telefoon zou ik misschien Skype gebruiken, omdat de geluidskwaliteit wat beter is, of een ander medium. Maar in ieder geval, het gebeurt met audio. En in een later stadium wil ik kijken of ik de interviews niet ook met video erbij kan doen. Maar dat is verre toekomstmuziek. Dus dat is een van de dingen die ik eigenlijk van plan ben. En het kan best zijn dat er een ander plan is wat groter is, wat daar hierop voorgaat. Maar dit is iets wat ik wel heel lang al wil doen en ook echt wel van plan ben om te doen. Dus mail als je iemand weet, xapenstaartje xdv.me. Ik zeg het ook in het Engels, maar als je mij wilt volgen op Mastodon, dan kan dat op wokka.be. /apenstaartje PA0ETE met hoofdletters. Ik weet niet of die hoofdletters uitmaken, maar doe dat maar. Dus is mijn andere call, PA0ETE. Domeinnaam is wokka.be /apenstaartje PA0ETE. Wokka.be is mijn eigen Mastodon server. Je kunt daar ook een account aanvragen. Dat wordt meteen geautoriseerd. Dus zodra je aanmeldt kun je meedoen. Ik post op Mastodon niet alleen amateurzaken, maar eigenlijk van alles. Ik dump daar allerlei dingen die interessant zijn voor mij. En kijk maar of je er wat aan vindt. Je kunt er ook zo weer vanaf. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. For social media, I'm on Mastodon. Just search at PA0ETE. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van der Broek, voor altijd de Joker van België.